In deze korte screencast wil ik even een feature van Zotero demonstreren die eigenlijk al heel lang bestaat, ik nog niet kende en waarvan ik dacht dat het wel handig was dat er meer mensen iets van wisten. Stel, je bent in PowerPoint een presentatie voorbereiden. Nou, zoals je hier ziet heb ik een presentatie waar de nodige foto's in zitten. Die foto's komen in mijn geval van Flickr. Daar kun je gewoon zoeken. Bijvoorbeeld op Education, als je license op Creative Commons Only zet, dan weet je zeker dat je ook nog foto's hebt die je kunt hergebruiken. Maar stel ik wil hier die open foto gebruiken, dan zie je dat het natuurlijk wel altijd staat dat je attribution moet geven. Nou, een manier om dat te doen is dat je bijvoorbeeld aan het einde van je presentatie één of meer dia's opneemt. Waar je de resources die je gebruikt hebt vermeld. Nou, je ziet ook hier steeds een naam, de maker, een titel, wanneer de foto gemaakt is en een link naar de Flickr foto heb opgenomen. Dat lijkt heel veel werk, maar gelukkig valt dat mee. Hoe kun je dat doen? Nou, het makkelijkste wat je kunt doen is dat je naar zotero.org gaat en dan de Zotero client download. Ik geef de voorkeur aan de standalone client, dus Zotero 4.0 voor Windows in mijn geval. Maar je moet dan ook even de browser extensie installeren. En in dit geval heb ik de Chrome extensie geïnstalleerd, omdat dat ook de browser is die ik op dit moment gebruik. Nou, als je dat gedaan hebt en je gaat dan naar zo'n Flickr foto zoals hier, dan zie je dat daar rechtsboven een icoontje verschenen is. En als ik eroverheen ga, dan zie je Save to Zotero Flickr. Nou, als ik er dan op klik, dan zie je hieronder dat hij dus die foto en de informatie erover aan het opslaan is in een mapje in Zotero. Nou, hoe ziet dat eruit in Zotero? Hier zie je Zotero, het mapje presentatie 22.01.2015, dat is de dag van de presentatie. Hier zie je eigenlijk alle bronnen die ik tot nu toe al verzameld had, dus alle foto's die ik gebruikt had. En even kijken, dan moet er ook eentje nu zijn. Die heet Birmingham Young University, denk ik dan. Dat is deze, die was ook net geselecteerd. Nou, wat je hier ziet is dat hij twee dingen opgeslagen heeft. Hij heeft de informatie over de foto opgeslagen, de URL, wanneer ik hem geraadpleegd heb, wanneer de foto gemaakt is, al dat soort zaken. Ik zou er aantekeningen aan kunnen toevoegen. Hij heeft de labels overgenomen van Flickr. En het mooie is dat hij dus hier ook de foto zelf overgenomen heeft. En dat betekent dat als ik dus nou naar mijn presentatie ga. En stel ik wil helemaal aan het begin. Hoppakee. Helemaal aan het begin. Een dia toevoegen waar ik die open foto wil toevoegen, dan sleep ik hem dus van Zotero naar Flickr. Dus heb ik hier nu mooi de foto. En wat ik daarna kan doen is dat ik naar beneden ga en bij de resources used even een nieuwe regel invoeg. Dan ga ik weer naar Zotero. Dan pak ik niet de foto, maar dan pak ik de entry erboven en dan sleep ik die er naartoe. En dan zie je dat hij dus netjes een bronverwijzing naar de resource die ik gebruikt heb toevoegt. Mooi, handig. Je ziet dat ik hier een overzicht heb van alle foto's die ik gebruik heb. Nu heb ik hier een mapje gemaakt voor een presentatie. Maar uiteraard, als je dus een andere presentatie maakt, dan kun je ook weer gebruik maken van dezelfde resources. Dus je hebt hier nu ook meteen een overzicht van de foto's op Flickr die je in het verleden al een keer gebruikt hebt. Het is ook als je foto's wil gaan hergebruiken, dan hoef je dus niet op zoek te gaan in alle oude presentaties die je ooit een keer gebruikt hebt, na dat ene plaatje wat je nog een keer wil hergebruiken, dan kun je gewoon Zotero gebruiken. Tot zover!